Hallo, ik ben Marjolein en ik ben een van de interviewers van dit interview over de watersnoodramp hier in Enkhuizen. Hallo, ik ben Fleur en ik ben ook een van de interviewers over de watersnoodramp uit 1916. Hoi, ik ben Marieke en ik ga filmen van de watersnoodramp in 1916. Dit is echt heel erg. Ik zie daar een boek, stoelen, hout, allemaal modder. Huh? Een schaap. Oh, die schaap is overleden. Allemaal spullen en zo. En een kind. Ja, kindje. Nog een schaap. Voelt u zich veilig met deze dijken? Nou, dat vraag je dan precies aan de goeie. Hè? Want mijn lammert die werkt voor de dijk. Hè? Die is een dijkgraaf hier in dit gebied. Komen. En de dijken zijn natuurlijk nog niet zo goed, hè, nu. Op dit moment zijn de dijken wel sterk, ja. Well, they're very impressive. Obviously, they work very well. Ik voel me heel veilig in Nederland. Wat zou je doen dat je de vorige keer niet gedaan hebt als die ramp weer zou gebeuren? Oh, dat is een ingewikkelde vraag, zeg. Ik denk dat we wat eerder ons vee weg zouden brengen. Want nu hebben we ons vee weggebracht, terwijl eigenlijk al het water heel hoog stond. En de koeien vonden dat niet zo fijn, want die durfden eigenlijk niet zo erg door het water te lopen. Die houden niet zo van water. Maar ja, ze moesten toch weg, want anders waren we bang dat ze zouden verdrinken. Dus ze zijn allemaal naar de kerk gegaan in het dorp, want de kerk ligt natuurlijk mooi hoog. Dus dan konden ze daar blijven staan, totdat de koeien ook gered werden. Dus ik denk dat ik dat zou doen, de koeien eerder wegbrengen. En wat als zou je midden in een overstroming zijn? Wat zou je meenemen en waar zou je naartoe gaan? Ik zou een beetje naar de bergen of boven de heuvels gaan. En wat zou je meenemen? Mag ik mee? Ja. Gelukkig maar. Eten en een zaklamp daar.